weken volgen wij twee jongeren met een licht verstandelijke beperking die begeleid worden door Renkli. Wie zijn deze jongeren? Deze week... Ik ben Saïda en ik heb dit gedaan om gewoon weer bewust zijn om andere mensen te laten zien dat we ook lichtelijke beperkingen hebben, maar ja, dat we ook veel dingen kunnen. Als we lichte beperkingen hebben. Mensen moeten niet beoordelen als ze niet weten wat we hebben en wat we wel kan doen en wat niet. Zeynep, vertel eens even, wat is Renkli precies? Renkli biedt begeleiding aan volwassenen vanaf 18 jaar met licht verstandelijke beperking. En soms is ook sprake van bijkomende problematiek als agressieproblemen. Maar ook, ook zien we ook natuurlijk dat gebrek aan zelfzorg en emotieregulatie. En daarin proberen wij eigenlijk hun vaardigheden te versterken. En ook zijn wij cultuurdiversiteit als organisatie. En houden er rekening mee met de normen en waarden van de cultuur die zij zich nu bevinden. Ook proberen we het taboe van het hebben van een beperking door te breken. Zodat zij ook in de maatschappij een plek krijgen en op weg naar zelfredzaamheid kunnen vergroten. Saïda, jij bent hier. Wat betekent Renkli voor jou? Ja, Renkli betekent gewoon alles voor mij. Ja, gewoon alles. Gewoon, ik voel me ook gewoon hier prettig en gewoon alles, zeg maar. En wat voor dingen, je bent nu bezig met een mooi welkomsport. Wat voor dingen doe je hier nog meer? Ja, we doen hier koken, activiteit en rekenen, taal en nijles en alles. Leren we. Ja, even aanvullend op haar reactie. We kijken ook op hun eigen tempo, op hun eigen niveau. Proberen we ook de rekenvaardigheden en schrijfvaardigheden en leesvaardigheden vergroten. Dus het is niet zo van, het is hier alleen maar dat ze plezier moeten hebben. Maar ook proberen we toch te kijken en hun grenzen te verleggen van wat kunnen ze. En dat proberen we steeds te bieden. En wat zijn nou dingen die je hier al geleerd hebt? Koken heb ik geleerd en rekenen, taal, met geld omgaan. En hoe je moet dat doen. En dit was nog meer? Ja, boodschappen doen. Oh ja, boodschappen doen. En wat nodig is bij koken en dit allemaal. Ja, maar ook als ik even erbij kijk, want jullie maken best wel heel moeilijk, ook op textiel. Hè. Jullie maken jullie eigen ontwerpingen en daar patronen die jullie dan ook knippen en naaien. Ja, dat heeft ook heel veel natuurlijk kwaliteiten nodig. Ja. Dat denk ik ook dat het een stukje ook is meegegeven. Dat ze toch iets bijzonders kunnen doen. En dat zijn vrije tijd ook goed besteed wordt. We gaan even nu naar, naar hoe noem je dat ook weer? De schone salon. Schone salon. Daarna gaan we even kijken nemen. Hier doen we alles, make-up en noem maar op dingen. Hier doen we alles, je gezicht, gewoon alles. Doen we hier. En jullie hebben een hele stoel erbij, hoor. Als iemand masseren wilt of noem maar op, dan kan ze gewoon geven. En gewoon dingen, gezicht, dingetjes en make-up. Jullie kunnen hier als meiden lekker tutten met elkaar. Zeker, dat we wel tutten met elkaar en dingen met elkaar doen. En dan proberen we eigenlijk mooie pakketten voor elkaar te maken. Ja, hier zitten we altijd eten met ze allemaal aan tafel. En koken we allemaal hier met elkaar en gezellig. En wat voor dingen koken jullie dan? We koken hier pizza, macaroni, noem maar op, alles. Alles. Ja, alles. Ja, we koken gewoon alles. Lasagne, alles koken we hier. Wij proberen ook eigenlijk aandacht te geven aan gezond eten. En wat is dat? Hè? We proberen ook hun levensstijl daarbij mee te nemen en aan te leren dat echt groenten dat frisdrankjes, groenten, dat proberen we eigenlijk veel over te hebben. Maar ze zijn volwassenen en als ze er een willen kopen, dan kopen ze dat. En dat kan je niet vermijden natuurlijk. Maar het belangrijkste is hier dat ze echt keukenvaardigheden leren en een maaltijd voor zichzelf klaar kunnen maken. Want de meeste van de meiden en de jongens wonen thuis. Dus dat wordt vaak door hun ouders gedaan. Maar hier is het eigenlijk heel mooi om eigenlijk uit te kunnen leven en die vaardigheden op te kunnen doen. Ja.
En wat staat er vanavond, of vanmiddag, ik weet niet wanneer jullie eten? Op het programma. Vandaag is vrijdag. Hè? Vandaag wordt er niet gekookt. Op een dinsdag wordt er altijd meestal gekookt. Maar ik denk dat vandaag iets te vieren lijkt te zijn. Maar weet jij dat wat er is vandaag? Ja, dus ik weet. Eigenlijk mag ik niet zeggen, maar ja. We hebben gesloten. Ja, met mijn meid, we hebben iets leuk verrassing gedaan voor de begeleiders. Want ze hebben nu vergaderd. Maar als ze klaar zijn, dan hebben we iets voor hun bereik gemaakt. Dat ze ja, kan eten en dit. Even met die meid afgesproken dat we iets terug gaan zal doen met de begeleiders.